in de maand van de participatie, waarin we deze maand aandacht besteden aan het helpen van mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt om die weer aan het werk te helpen. Dat kan dan gaan mensen met een arbeidsbeperking, maar het kan ook gaan om mensen die soms al lang in de bijstand zitten. En we doen dat in Zuid-Holland Centraal verband. Dat is de arbeidsmarktregio waar we deel van uitmaken. De mensen met die sjaaltjes die werken in deze arbeidsmarktregio. En die arbeidsmarktregio die bestaat uit een zestal gemeenten. Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. En dan heb ik ze volgens mij alle zes gehad. Dat zijn zes gemeenten die samenwerken. Omdat het natuurlijk heel goed kan zijn dat we een kandidaat tegenkomen in Wassenaar die misschien heel goed in Voorschoten kan werken. Of misschien wel een kandidaat in Zoetermeer die heel goed in Lansingerland kan werken. Dus daar wordt samengewerkt om binnen die regio, om het zo maar te zeggen, de beste match te vinden. We hoorden natuurlijk dat de nieuwe wet eraan kwam en ik zei al meteen, daar kunnen we wat mee, iets betekenen voor iemand, maar ook heel veel dingen die nu bij ons, bij afvalinzameling bleven liggen, klusjes die mensen niet deden of erbij deden, die bij elkaar pakken en daar gewoon een leuke en zinvolle baan voor iemand van maken. In ons geval hebben wij best een groot gebouw en terrein, waar altijd wel wat kan gebeuren. Dus al die dingen bij elkaar hebben we gevoegd en dat is voor Jaap nu. Ja. Ja, ik vind het erg goed gaan. Ik ben blij dat hij gewoon nu weer in een werkritme komt. Hij zat al jaren thuis met een sociale werkvoorziening-indicatie, waarbij hij zijn hele schema naar de avond en de nacht verlegde en weinig sociale contacten had. In het begin was hij bij ons echt wel zenuwachtig. Hij begon meteen vroeg, want we dachten dan kom je mooi in dat werkritme. En bij afvalinzameling beginnen wij natuurlijk uiteraard heel vroeg. En langzaamaan kwam hij in dat werkritme en zag je hem ook opbloeien. Ja, Jaap die stond op de wachtlijst met een WSB-indicatie van eind 2014. Nou, vanaf januari 2015 is de participatiewet natuurlijk ingegaan. Dus dat betekent dat iedereen die op de wachtlijst staat niet meer opnieuw kan instromen binnen een sociale werkvoorziening. Maar ja, onder verantwoordelijkheid van de gemeente of UWV gaat vallen. Zo is Jaap bij ons terechtgekomen begin januari. Die hebben we kennis meegemaakt. Hele gemotiveerde jongen die heel graag wilde werken. En via Annemiek kwam de vacature binnen de gemeente eigenlijk naar voren. En ik moest gelijk aan Jaap denken om die daar op voor te stellen. En samen met Annemiek gesproken van nou, wat vraag je precies, kan Jaap daaraan voldoen? Hoe kunnen we het inrichten? We hebben het sollicitatiegesprek eigenlijk in gang gezet. En een week later kon Jaap starten. In het kader van de participatiewet hebben wij een werkgroep ingesteld. Hoe kunnen wij als werkgever het beste hierin voorzien? Nou ja, vooral een praktische insteek gekozen, want je kan er met elkaar heel lang over praten, maar het is ook gewoon doen. Dus we hebben gezegd, we gaan met UWV inclusief. Die hebben een methodiek ontwikkeld waarmee je afdelingen heel goed kunt analyseren van werkprocessen tot handelingsniveau. En dan kan kijken waar zitten elementaire taken binnen onze afdeling. Dat hebben we ingezet. De accountmanagers van het WGSP, een aantal, hebben die training ook gevolgd, dus die kunnen dat ook bij werkgevers aanbieden. En daarnaast hebben we ook gewoon in overleg met afdelingshoofden, met teammanagers gekeken, waar zie je zelf kansen? Want die zijn er genoeg. En zit er bereidwilligheid in de begeleiding voor deze medewerkers? Want daar staat het wel mee dat een goede begeleiding vanuit de werkplek wordt georganiseerd. En zodoende brengen wij nu de werkplekken tot stand. En ik moet zeggen, het loopt heel erg goed. We hebben nu 4 plaatsingen binnen de gemeente Zoetermeer. Dat varieert van mensen vanuit WZI. Of vanuit het UWV, we werken ook met beide partijen samen. En ook de afdeling PNO heeft een leerling aangenomen als medewerker PNO die zich daarin kan ontwikkelen. Waarom organiseert Zuid-Holland Centraal de maand van de participatie? Nou, binnen Zuid-Holland Centraal werken we samen met 6 gemeenten. Taco heeft ze net al allemaal opgenoemd, maar ik zal ook nog even in herhaling vallen. Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. En binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal werken we met elkaar samen omdat we geloven dat je elkaar kan versterken als je samenwerkt. Omdat we op die manier ook de beste match kunnen bieden aan de werkgevers in onze regio. Omdat we een breder aanbod hebben dan alleen onze gemeentegrenzen. De maand van de participatie is een maand om extra aandacht te vragen voor onze kandidaten en wat we doen. We kunnen werkgevers ondersteunen vanuit het Werkgeversservicepunt en daar vragen we de maand van de participatie aandacht voor. Wat voor vragen krijg je zoal op deze ontbijtsessie? Heel divers. Een van de belangrijkste vragen is eigenlijk wel wat kan het WGSP doen dan voor deze groep. Nou, die groep hebben we als gemeente in beeld. Het WGSP kennen we de mensen die we moeten plaatsen of die geplaatst willen worden. Kosteloze dienstverlening naar de ondernemers toe. Wat we eerst doen is kijken welke werkzaamheden zijn er en wat voor persoon zoeken jullie, want dat blijft natuurlijk ook belangrijk. En dan kijken we of de juiste persoon zit in ons bestand. En dan gaan we een match maken tussen bedrijf en werkzoekenden. Om te kijken naar de juiste persoon op de juiste plaats. Wat bij regulier personeel natuurlijk ook het belangrijkste is. Dat het de juiste persoon is, dat die past binnen de organisatie. En past bij de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Wat kan het WGSP voor mij doen als ondernemer als ik iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zou willen nemen? Nou ja, sowieso wat we nodig hebben is dat werkgevers ons dan bellen. Want dat is precies de interactie die we zoeken met werkgevers. En ja, het antwoord is in die zin dat er heel veel kan. We doen binnen het ondernemershuis als werkgeversservicepunt. Ja, in samenwerking met het UWV, in verschillende expertises leveren wij onze kennis. Dat komt dus op neer dat we in gesprek gaan met ondernemers van wat houdt het in? Wat zou er mogelijk zijn in uw bedrijf? Tot uiteindelijk het plaatsen van de kandidaat. Dan kijken we naar de meest geschikte match. En daarnaast ook het stukje jobcoaching en de eventuele financiële regelingen die er rondom dit type kandidaten mogelijk zijn. Dus wat dat betreft is het één loket, één afdeling vanuit waar we met meerdere mensen de service kunnen bieden.